groot deel van mijn leven heb ik alles meegemaakt wat met Indië te maken heeft gehad. Dat is dus die fase van de Japanse oorlog, direct daar aansluitende revolutie. Nou, dan moet je weg uit Indonesië, omdat het leven daar niet meer houdbaar is. Hè? De haat tegen Nederlanders. Nou, dan ben je in Holland en dan word je weer als militair uitgezonden. En dan maak je weer iets mee wat niet leuk is. Mijn vader is meer Nederlands dan mijn moeder. Ik denk dat mijn vader echt wel volbloed Nederlands is. Maar mijn moeder heeft meer Indonesisch bloed dan mijn vader. Ik had wel een donkere huidskleur, maar het gekke is dat Indonesiërs dat herkennen. Dat ondanks je toch donker bent, dat je van Nederlandse afkomst bent. Dat herkennen ze gewoon. De Nederlandse Unie was niet totaal niet voorbereid op de oorlog. Maar ze moesten wel, want Japan voerde een expansieoorlog. En die had ook oog voor de producten die in het voormalig Nederlands-Indië te halen was. Zoals olie en dergelijke. Toen kreeg je de invasie van de Japan op Java. En capituleerde dus het Koninklijk Nederlands-Indisch leger in maart 1942. En toen kreeg je dus de echte bezetting. Mijn vader die was dus gevlucht en die was ondergedoken. Want hij mocht zich overgeven. Hij was dienstplichtig krilmilitair. Hij kon kiezen voor of overgave of onderduiken. En hij heeft voor het laatste gekozen. Dus hij zwierf door Java heen. Maar wij wisten niet precies waar hij was. Maar er werd wel naar die mensen gezocht natuurlijk. En zo werd het af en toe bij ons ook razzia's gehouden in de avond. En dan hadden we de gewoonte om ons te verschuilen in de vertrekken van onze bedienden, de baboes. En daar waren we dan wat veilig. Mijn moeder trok dan een sarong kabaya aan. Ja, en ik was donker getint, dus ik viel niet zo op. Ik was dan zogenaamd de kind van de baboe. En dan kwamen die hulpsoldaten binnen om te zoeken naar de mannen die er niet waren. Zo kwamen we door zo'n rasje heen. Mijn vader die werd later toch gepakt. En die werd opgesloten in een kamp of gevangenis. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind op een balustrade van ons huis, op de verdieping, naar beneden keek met nog andere kinderen. Toen zagen we dat de Japanse soldaten op een gegeven moment een loods binnengingen of een opslagruimte. En daar kwamen allemaal Indonesische vrouwen uit. En die hadden blijkbaar ingebroken om levensmiddelen te stelen. Nou, die vrouwen die werden naar buiten gejaagd. Die moesten op een rij staan en iedereen begon te schreeuwen. Vrouwen moesten zich uitkleden van de Japan, want de Japan hadden de gewoonte om mensen te vernederen als straf. Dus vrouwen moesten zich uitkleden en voor moslimvrouwen was dat natuurlijk een enorme vernedering. Als ze daar in de open ruimte zich moesten ontkleden. Maar dan moesten ze dus worden gedwongen. En toen werden ze afgedreven naar het eind van de straat en daar hoorde ik dus geweerschoten. En het gek is dat dit soort belevenissen weer boven komen. En op een gegeven moment trokken de Engelse militairen op, ondersteund door soldaten uit India, de Gurkhas. En ik kan me nog als kind herinneren, dat op een gegeven moment de deur werd opengetrapt en daar stonden een paar van die bebaarde Indiaanse soldaten bij ons in de woonkamer met tulbands op het hoofd. Dus ja, als kind is dat heel angstwekkend. Maar later bleek dat dus bevriende soldaten te zijn die op zoek waren naar Japanners die zich verschuild hadden. Dat zo heb ik mijn bevrijding meegemaakt. En overal branden om me heen. Hè? Huizen die waren platgeschoten en verbrand waren. Dat is de bevrijding. En later zijn we dus gevlucht lopen naar Semarang toe. Omdat daar mensen werden opgevangen, had mijn moeder gehoord, om geëvacueerd te worden. En daar werden we ook herenigd met mijn vader. Direct na 15 augustus
werd door Sukarno de Republiek Indonesië uitgeroepen. En toen bracht de revolutie uit. Eigenlijk was het al smeulende in de oorlogsperiode dat de Indonesiërs vrij willen zijn. En terecht hoor, laten we dat goed duidelijk stellen. Dat is, elk volk heeft recht op zijn eigen vrijheid. Maar dat ging vaak met grote moordpartijen. Nou ja, dan wordt Nederlands-Indië in 1949 overgedragen aan de Republiek Indonesië, soevereiniteitsoverdrag. En dan krijg je dus een periode van dat er nog veel Nederlanders wonen op Java en in Indonesië, die naar Holland gerepatrieerd moeten worden. En in die periode ja, was toch ook een soort haat-liefdeverhouding tussen Indonesiërs en Nederlanders en Nederlanders van Indonesische afkomst, dus de Indische Nederlanders. En die haat-liefdeverhouding ging steeds meer over in haat naarmate de tijd ging verstrekken. Want Nederland heeft namelijk bij de overdracht Nieuw-Guinea niet overgedragen. En dat prikte nog steeds bij de Indonesische gouvernement of bij de regering. Want die wilden Nieuw-Guinea hebben. En ze gingen dus met de Nederlanders nog in Indonesië de druk opvoeren. Dus wij mochten steeds minder. En toen werden ook ergens waren gedwongen om te kiezen of je wordt Indonesiër. Of je zegt, ik ben Nederlander, ik ga terug naar Nederland. En dat hebben mijn ouders voor gekozen. Die hebben gezegd, nou, we gaan terug naar Nederland. Hoewel we nooit in Nederland zijn geweest. Ik heb altijd Nederlands onderwijs genoten. En op die scholen werd je geleerd hoe Nederland eruit zag. De geschiedenis van Nederland, topografie van Nederland. Dus ik kon in die tijd bijna dromen hoe de trein reed van Amsterdam naar Groningen en welke plaatsen die langskwam. Dat moesten we allemaal uit het hoofd leren. En we leren ook de geschiedenis van Nederland, de vaderlandse geschiedenis. We leren daar niet de Indonesische geschiedenis, dat is heel raar. Dus toen ik in Nederland kwam, waren we eigenlijk bijna ingeburgerd. Ik kreeg een oproep voor militaire dienst. En ik heb nog geprobeerd om uitstel te krijgen in verband met mijn studie, maar dat kon niet. Ik moest gewoon gekeurd worden en ik werd ook goedgekeurd. En ik moest dus in dienst en ik werd ingedeeld bij de Korps Mariniers. En voor een jongen is dat leuk om mee te maken. En na mijn opleiding kreeg ik ook nog te horen dat ik naar Nieuw-Guinea ging. Nou, Nieuw-Guinea was nog steeds in bezit van Nederland. Maar eind 61 begon het gedonder echt. En ik kan me herinneren dat ik s'nachts alarm kreeg dat we onze bepakking aan moesten doen. We gingen met schepen naar de zuidkust van Nieuw-Guinea. Maar daar waren twee torpedoboten in de grond geboord door de Kottenaar. Hare Majesteit de Kottenaar. En er waren invasies van Indonesische troepen. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk, totdat ik bijna naar Holland ging, geen normaal bed meer gezien. Heb ik alleen maar patrouilles gelopen en achter infiltranten aangegaan. Ik was radiotelegrafist, dus ik had ook een wapen bij me. Maar die gebruik ik nooit, want ik was bezig met de verbindingen te leggen naar andere onderdelen van het Korps Mariniers. En er werd een groep Indonesische parachutisten die werden krijgsgevangen gemaakt. En soms hoefden we ons ook helemaal geen wapens te gebruiken, gaven ze zich al over. Want op een of andere manier heeft de Korps Mariniers toch naam bij de Indonesische troepen als een elitekorps. Want ik weet nog goed dat ik zo'n Indonesische jongen sprak, een krijgsgevangene, dat die me vertelde was dat ze heel erg bang waren dat we achter hun aanzaten. Want ze wisten dat wij goed getrainde militairen waren. Dus alleen al onze naam maakte indruk bij hun. Ik had toch een beetje een naar gevoel dat ik tegen Indonesische jongens oorlog moest voeren. Wat ik toen ook als vervelend heb ervaren is het feit dat wij gevangenen namen, militairen die door ons gevangen werden genomen, dat ik daar heel erg veel medelijden mee had. In plaats dat ik daar een prettig gevoel bij had dat ik ze gevangen had, had ik eigenlijk een onbehaaglijk gevoel. Gewoon medelijden, ik vond ze zielig. De jongens wilden ook niet volgens mij en wij moesten ze toch gevangen nemen. Het gevoel van, ja, eigenlijk horen we elkaar. Dat broeders elkaar bevechten. Dat is toch een rare gewaarwording. Het park is een heel mooi park met hele hoge bomen. En op 15 augustus, dan is het hoogzomer.
dan, als je dan daar zit, dan is het net of je op een park in Indonesië rondloopt. Met al die mooie hoge bomen, is alles mooi groen. En dan zie je dat mooie groene monument uit het stof herrijzen, zeg maar, als het ware. We houden de herdenking van 7 uur 's avonds tot 8 uur. Dan is er zo'n schemerige situatie over de stad. En dat geeft een heel apart gevoel.